Dankjewel. Ik begin even. Ik stel de heren voor. Niet één voor één. Ik begin meteen. Ik begin met Erwin Blom in het rood met een blauwe streep. Lang actief geweest voor de VPRO. Zowel radio als internet. Was een internetpionier bij de VPRO. Hij leidt nu het bedrijf met een aantal partners Fast Moving Targets. Gespecialiseerd in media innovatie. Een variantvraag zoals die aan Fons van Westerlo is gesteld. Over 10 jaar, wat hoop jij dan aan te treffen als het gaat over een sterk AT5? Wat is het dan? Wat moet het dan zijn? Wat kan het zijn? Kijk, als je de afgelopen 20 jaar kijkt, dan is het belangrijkste wat er gebeurd is, denk ik, als het over media gaat, dat we van schaarste naar overvloed zijn gegaan. Vroeger moest je bijna wel naar AT5 kijken als je op de hoogte wilde zijn van de dingen die in Amsterdam speelden. Inmiddels kan iedereen media maken, ieder bedrijf, iedere organisatie, ieder persoon. En heel veel mensen zijn dat ook aan het doen. Dus wat mij betreft is het een groot probleem van nu is, hoe vind je wat relevant is in al die informatie die al gemaakt wordt? Dus ik zou zeggen, een van de kansen die er zijn is, weet je, wees aggregator van die waardevolle bronnen. Wees de curator, help mij vinden wat relevant voor Geef is. Geef een voorbeeld. Het kan over vloggers gaan, waar je straks over gaat spreken met oma, die vertellen wat er in de stad gebeurt. Het kan over een Paradiso gaan, waar een concert te zien is wat in Paradiso zich afspeelt. Waar vind ik wat er allemaal al is en gemaakt wordt? En hoe vind ik wat op mij toegesneden is? En dat is één stukje. En daarbovenop, denk ik, als organisatie vertel je de verhalen die nog niet verteld worden, maar ook verteld moeten worden, die in de stad leven. Aan de ontvangkant, natuurlijk zijn er ongetwijfeld nog allerlei toepassingen voor die lineaire televisie, maar het belangrijkste zal toch, alles speelt zich toch af in je mobiel, of in ieder geval in je persoonlijke apparaat. Dus ik denk dat we dan met z'n allen meer op maat bediend worden. Enerzijds krijgen we het verhaal wat voor de hele stad geldt, tegelijkertijd krijg ik de verhalen die voor mij belangrijk zijn. Ik noem zelf altijd het voorbeeld van, ik ben wel geïnteresseerd in Slagerij de Wit in de Wakkerstraat in Amsterdam, als hij een prijs wint met zijn leverworst, maar niet geïnteresseerd als de slager in Osdorp dat doet. Dus ik wil zowel relevante informatie die lokaal bij me speelt, als de grote lijnen van de stad. En er is nog één ander dingetje wat ik hoop dat we dan aantreffen. Ik denk dat waar natuurlijk altijd gezegd wordt van vroeger speelde de media die bindende rol in een stad. Weet je, hoe kun je die overeind houden of weer terugvinden in een gefragmenteerde wereld? En ik zou graag willen dat we de kennis en kunde van de mensen in de stad meer gebruiken voor het agenderen van onderwerpen en het inzetten van de kennis bij oplossen van problemen, onderwerpen aankaarten, et cetera. Wat wordt het moeilijkste in die operatie? Dat eerste stuk is al heel erg moeilijk hoor, want er gebeurt zoveel en het wisselt zo snel. Dus daar begint wat mij betreft, ik denk dat op maat bedienen, dat is wel goed te doen, want je weet waar ik ben. Ik kan je vertellen. Daar komen we zo terug bij de expert. Daar komen we straks op terug, maar dat eerste stuk is al moeilijk genoeg. Nou, dat wil ik even voorleggen aan Omar. Omar Kabiri, jij bent met een aantal makers organiseer je het Feed Festival. Ja. Het grote festival waarop YouTubers en hun fans samenkomen. Omschrijf het even voor een aantal mensen die dat nog niet kennen. Het is heel bekend in de stad, maar wat missen ze als ze daar niet zijn? Wat missen ze als ze daar niet zijn? En waar is het meestal? Ja, het is op het Westergasterrein. Nu in 2017 komt de derde editie. Gaan we een beetje de ADE kant op. Voorheen was het 1 dag, nu gaat het naar 5 dagen. En wij zijn eigenlijk een platform voor... Hoeveel mensen komen er dan? Ik denk, vorig jaar waren er om en nabij bijna 4000. Zo. Verdeeld over verschillende dagen in verband met vergunningen en de gemeente, mag ik dat niet zo hard op zeggen. En dit jaar gaan we naar meerdere mensen toe. Maar wij willen echt een platform zijn voor die nieuwe generatie van makers. Mensen die in eerste instantie hun publiek vinden. En dan vervolgens komt dan een stukje met de professionalisering. En wat een totaal andere dynamiek is. En wat voor is. Makers zijn dat nou? YouTubers zijn heel erg aanwezig, maar we zijn ook bezig om meer uit te breiden naar muzikanten die dezelfde patronen bewandelen. Kunnen ook schrijvers zijn, et cetera, maar gewoon creators, makers. Dus bijvoorbeeld de FC Afkikkers horen daar ook bij? De wie? De FC? De mannen van dat sportprogramma. Die ken ik nog niet. Die ken ik excuses. Nou, dat is helemaal niet erg. Dat is precies het voorbeeld. Ja.
Het is zoveel. Hoe hou je het overzicht? Ja, een type Teske de Schepper, Dylan Hagens, categorie en zo knolachtige types, die vind je wat kan AT5 voor jullie? Wat kan een sterke stadszender als AT5 voor jullie betekenen? Nou ja, voor Feed Festival is natuurlijk exposure leuk. Je kunt ook daarin een rol vinden als AT5 in dat festival. Maar en dat de makers zelf? Maar de makers zelf, dat vind ik een belangrijke. Want we hebben het bedrijf maken en dat houdt zich in brede zin nog met veel meer bezig dan alleen het festival. Het interessante vind is dat zeg maar, veel van die makers zeg maar, ze ontstaan. Een soort van toeval misschien op zeer zekere hoogte ook. Ze gooien iets online, het algoritme vindt hen en de distributie van de organische distributie van YouTube boost naar voren. En dan begint het spel pas. Ja. En dan merk Leg even voor de ouderen in de zaal uit. Ja. Het algoritme vindt hun. Het algoritme vindt hun. Nou ja, het algoritme is zeg maar een soort van een systeem wat is geschreven door auteurs van Google, laten we zo zeggen. Die schrijven een soort van codering. Ja. En die codering die stemt zich af op de gebruiker. Dus al dat wat jij in je timeline voorbij ziet komen op Facebook, is daar met een reden. Omdat Facebook jou herkent en jou leest en jouw voorkeur en daardoor herkent. Word je populair. Daardoor wordt de content komt op jouw timeline en daardoor is bijvoorbeeld een Enzo Knol is bijvoorbeeld iemand die dagelijks uploadt. Okay. We gaan daar zo nog even op in, want daar zit een extra expert in. Ja. Toch wil ik nog even terugkomen bij die vraag, wat kan AT5 in dat kader voor jullie betekenen? Ja, voor de makers wat het kan betekenen om daar te komen is dus oké, het is niet zo moeilijk meer om dus het algoritme te winnen, dus het publiek te vinden, maar vervolgens de diepgang te vinden. Waar ga je vervolgens talent mengen met het bereik? En nou, bijvoorbeeld, waarom zou AT5 niet een soort van de redactie van de stad van Amsterdam kunnen zijn? Als iedereen kan maken vandaag de dag, maar misschien men wel mist wat kaders zijn of context, of misschien de access tot experts of know-how of knowledge, mm-hmm. om vervolgens die content ook op een niveau te boosten, dat het echt de rest overstijgt. En, Kijk jij naar AT5? Ja, zeker wel. Ik vind eigenlijk AT5, ik heb geen tv, maar ik vind AT5 vaak door de leuke content die boven komt drijven via de dumperts van deze wereld, et cetera. Dat weer zo'n uniek figuur die jullie hebben weten te vinden voor de camera wordt getrokken. Ja, daar geniet ik altijd wel van. Wat zou jij, stel jij zou door AT5 urenlang uitgehoord worden. Zeg, kom meelopen een week. Mm-hmm. We hechten zeer aan jouw opvattingen, ideeën. Wat zou je ze met voorrang willen adviseren? Denk daar even over na. Kom ik bij jouw buurman, Twan Verheul. Jij bent met een paar kompanen de oprichter van het databedrijf Coasto. En jullie monitoren de social media en die data-analyse. Vertel even wat jullie beste kwaliteit is in dat vak. Allereerst is Coasto, het komt van Jacques Coasto, van Deep Sea Exploration. Ja, en wij, toen wij startten, zaten we ergens in de kelder van de TU in Eindhoven. Te programmeren en toen hadden we weinig geld en toen keken we video. Ja, ik zal die naam nooit meer fout uitspreken. Beter Max, maar goed, dat was dus Jacques Cousteau. En wat doen wij? Wij kopiëren sociale media en dat doen we real-time. Dat archiveren we, dat is ook nieuws, blogs en fora. En dat maken we doorzoekbaar, maar dat kan je ook op monitoren. En dat zou we worden wel eens vergeleken met een soort Google voor sociale media. Ja, aan de andere kant vinden sommige mensen vinden dat eng. Die zeggen, ja, maar dan houden jullie alles bij en dan kan je alles zien. Maar het grote voordeel is, het moment dat je dat doet, is dat je gewoon live de stem hebt van de samenleving, van de maatschappij. Op ieder onderwerp en ieder moment, wanneer je maar wil, inclusief sentimenten of trends die eraan zitten komen. En iets wat groeit of afneemt, en dat hoeft niet alleen een leuk filmpje te zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook gewoon de groei of de afname van de website van AT5 zijn, ja, dat zie je van tevoren aankomen. En je weet vaak ook waarom het gebeurt. Is AT5 een afnemer bij jullie? Dat klopt. Ook publieke omroepen en commerciële omroepen en andere uitgevers. En wat geven jullie dan voor interpretatieadviezen? Nou, dat doen we niet. Het is een do-it-yourself tool, dus je kan het gewoon zelf bedienen. Maar wat je er bijvoorbeeld mee kan doen, en wat ik gisteravond even heb gedaan voordat ik hier naartoe ging, is gekeken van, hoe vaak wordt er nou gesproken over de artikelen, over de nieuws van AT5 en door wie gebeurt het en hoe ver reikt dat dan? En een van de zaken die me opviel is dat er best wel wat vraag is vanuit het buitenland naar lokaal nieuws, zeker Amsterdam, hoofdstad, veel toerisme, et cetera. TripAdvisor en zo, die spelen allemaal een grote rol, maar ook veiligheid. En dan daar ligt volgens mij een kans voor AT5 om te zeggen van oké. Daar gaan we op anticiperen. Er zijn dus anderen in het buitenland die dat
faciliteren. En dan zou je filmpjes over kunnen maken, want dat kan je gewoon organisch laten groeien. De vloggers ook, van jouw buurman? Vloggers, whatever. Want daar staan gewoon advertenties naast en die hebben dus inkomsten. Dus dat is een soort ecosysteem, dat houdt zichzelf in leven. Maar terugkomend op AT5, ik vertelde net, is dat de engagement, dus het hoe vaak een artikel gedeeld wordt en door wie, en hoe vaak dat ook wordt gezien, en ook op de momenten dat het toedoet, ja, daar zijn ze nu nummer 1 in Nederland, daar staan ze bovenaan. Toen werd ik wel gecorrigeerd, zo van ja, maar wacht even, dat is niet, ze hebben niet de meeste kijkers, daar heb ik niet naar gekeken. Ik heb alleen gekeken van, hoe vaak worden nou artikelen, ja, filmpjes, et cetera, gedeeld. En ja, dat vond ik op zich wel bijzonder, daar kan je al zien. Daar ligt dus voor hun een extra kansen. Ja, zeker. Er ligt ook wel een bedreiging volgens mij, want er zijn steeds meer, dat noemde Erwin net ook al, gewoon consumenten die nieuws maken zonder dat ze dat eigenlijk zelf weten. Omdat ze bij die voetbalwedstrijd staan, uit verveling wat opstaan te nemen en dan komt er net dat rare doelpunt uit. En vervolgens zeggen ze, nou is leuk, dat zet ik eventjes op mijn Twitter-account en dan hebben ze wat opmerkingen bij. En dan gaat dat op een gegeven moment, begint het hard te gaan als je dat zelf leuk vindt. Want die mensen vinden het ook leuk, want die broadcasten hun eigen leven of zo. Hè. Al die mensen bij elkaar, die eten, die bezoeker op, die ook bij AT5 op de website komt of naar die AT5 uitzending kijkt. Maar ja, die kan je ook weer betrekken, want AT5 is wel een merk. En als je kijkt naar gewoon branding en merk, dan is het heel sterk. Daar willen anderen wel een aanhaken. Cousteau, waar zijn we over 20 jaar? Want dit is natuurlijk een technologie die zich alleen maar verder en verder en verder ontwikkelt. Dat was al een jaar of 20 geleden ondenkbaar. Wat is je vermoeden? Ja, ik zeg altijd bij ons dat ik nooit verder kijk dan een jaar, omdat het gewoon dat is. En ik zeg altijd 10 jaar is niks. Ja, dat is ook weer zo. dat is een moeilijk dilemma, maar... ja, wat wij vermoeden in ieder geval is dat het veel meer versnipperd gaat raken. Nog meer. We denken veel meer. Maar dat je ook kanalen gaat krijgen die die versnippering bij me... Dus als ik zin heb om sport te kijken wat puur is en niet zwaar geregisseerd, maar ergens op Amsterdamse pleintjes of zo om talent te spotten, dan zou ik in moeten kunnen pluggen bij zo'n... En dat zou gefaciliteerd kunnen worden door AT5. Ik denk veel meer versnippering, maar aan de andere kant ook weer in kunnen haken op die informatie. En dat kan via ieder sociaal platform wat je maar wil. Hè. Dus je zegt, ik zit niet op Instagram, doesn't matter. Als jij twittert, dan kan je het bekijken of je YouTube. En het moet simpel, simpel, simpel en simpel zijn. Je moet het heel makkelijk kunnen eten. Ik zou even willen vragen of er 2 stoelen bij kunnen, aan die kant 1 en aan die kant 1. Want we zijn heel erg blij dat hier aanwezig zijn... de directeur, hoofdredacteur van het mediahuis Noord-Holland AT5, Paul van Gessel, kom op het podium. Er komt vast nu een stoel en de hoofdredacteur, Bart Barnas van AT5. Want het is mooi als ik samen met Mildred en Mildred vooral hun bij dat gesprek betrek. Maar ik wil onderhand nog even Willem Stegeman belichten. Heb jij ook een plek... Willem, jij bent een van de mensen die verantwoordelijk is voor het succes van Funix, hè? Ja, ik heb dat ooit... Jij hebt dat bedacht eigenlijk, ja, hè? Klopt, ja. Het is toch wel even belangrijk om... Wat is het succes? Wat heb jij bedacht? Wat was de vonk in jouw hoofd waardoor Funix ontstond? Het gekke is, ik luisterde naar in taxis. Taxichauffeurs hebben vaak Funix aanstaan. Wat, en het is geslaagd. Wat, het is, dat is nou bij uitstek Randstad Radio. Hè? Wat eigenlijk de samenvatting was, waarom het werkte bij de jongeren, was het fenomeen herkenning door erkenning. En andersom, erkenning door herkenning. Op het moment dat mensen een deel van hun eigen zijn terugzien via de media, gaan ze zich verbonden voelen met dat medium. En dat... Het bijzondere van Funix was dat het op papier allemaal ongelijksoortige jongeren waren die toch te verbinden waren in één merk. En de jongeren uit de verschillende windstreken hadden ook dezelfde merkwaarde daarbij. Dus er zat een vertrouwensbasis tussen het merk en haar klanten. En jullie hebben verschillende edities? Ja. Ik ben er nu niet meer bij betrokken. Nee, dat weet ik. Nee, want ik ga je nu in je volgende rol. Waarom ben je weggestapt om Salto een duw te geven?
Soms herhaalt de geschiedenis zich. Ik was ooit al betrokken bij Salto in het verleden. Salto heeft mij toen geïnspireerd om FunX te bedenken. Ook, ik herinner me dus van Salto uitzendingen op het Rembrandtsplein. Ja, klopt. Ja. Midden in de nacht. Ja. Op het Vrije Kanaal. Het legendarische Salto met van Albert toen, Blitz. Ja, 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 ja. En met zijn partner. Ja. Geweldige uitzendingen. Ja. Wat is nu de kracht van Salto in vergelijking met 20 jaar geleden? Ik moet daarbij zeggen dat Salto enorm in verandering is de afgelopen maanden. Ik denk dat de kracht van Salto weer wordt, datgene wat ook al geroepen is. In een tijd van overvloed ontstaat er een nieuw probleem van verbinding. Want overvloed betekent dat niks belangrijk meer is en alles belangrijk en mensen niet meer kunnen kiezen en selecteren. En dat betekent dat er een belangrijke rol ligt voor een medium en een lokaal medium als het gaat om Amsterdamse content. Ik denk dat Salto daar in een soort piramidemodel, waarbij AT5 de top van de piramide is met professioneel nieuws, achtergronden en opinie. Ja, ja. Kan Salto de basis vormen van allerlei mediamakers. En mensen die de stad wat te melden hebben. En hoe sta jij dan tot slot tussen Paul en Bart en onze vriend van de vloggers? Moet hij zich op jou richten? Of? Wie moet? Hey, Omar. wat wij weer terug willen brengen in Salto, en dat gaat de komende maanden ook gebeuren, is het experiment. Het experiment wat bij deze stad hoort. Ja. Inspiratie, innovatie, wat bij deze creatieve stad hoort. Ja. Een onderdeel daarvan is die hele internetcultuur. Mm-hmm. En dan gaat het misschien niet meer over vloggers, maar waar we wel aan zitten te denken is bijvoorbeeld gaming gaan uitzenden, ook op televisie. Okay. De functie van televisie voor ons wordt etalage op de content die we sowieso aanbieden via internet. Dus televisie is niet meer dat op zichzelf staande medium waar mensen met de programmagids op tafel voor zich een avondje entertainment zoeken. Ja. Of nieuws en informatie. Het is een soort gids geworden voor andere media-uitingen via andere devices. Ja. En dat is waar we Salto nu klaar voor aan het maken zijn. Nou, ik heb heel veel gehoord. En wat ik me dan toch afvraag, Paul van Gessel, Bart Barnas, wat is nou jullie eerste reactie op de nieuwe technologische ontwikkelingen die er allemaal spelen en de toepassingen daarvan? Hoe staan jullie erin? Wat filter je hier gelijk uit, Paul? Of misschien moet ik toch eerst even zeggen, dat kan ik me bijna niet voorstellen, maar misschien toch nog even een kleine introductie. Is dat wat? Want u bent algemeen directeur natuurlijk van AT5 en van RTV Noord-Holland. En ook nog andere functies binnen Amsterdam in de publieke sector. Ja, NH heet tegenwoordig trouwens, onze regionale omroep. En AT5 wordt sinds 4 jaar is dat onder de arm genomen door die regionale omroep. En onlangs is die constructie iets wat gewijzigd. Is die weer bij POA ondergebracht. Daar ben ik bestuurder. Dus daar werk ik samen Amsterdam, met Willem bijvoorbeeld. Okay, De Salto, FunX, AT5. Het zijn eigenlijk merken die horen bij POA. Dat is de publieke omroep Amsterdam. En die heeft de uitzendlicenties. Krijgt het geld. En de uitvoering van AT5, van het maken van AT5, dat gebeurt in nauwe samenwerking met, met het bedrijf NH. Alle techniek, alle overhead, et cetera. Het is daar helemaal in elkaar geschoven, zodat het veel efficiënter kon dan dat het in het verleden ging. Zodat wij er ook iets meer voor aan de mensen kunnen betalen dan in de tijd van meneer Van Westlo gebeurde. Dus u bent gewoon een hele belangrijke speler. Nou, dat mogen andere over de inhoud en over het geld gaat u? Nee, over de inhoud gaat de hoofdredacteur. Dat hoort ook zo te zijn. Nee, we proberen een mooi bedrijf neer te zetten. Hartstikke trots op een mooie media maken. En heb zelf wel een journalistieke achtergrond, dus ik heb ook wel gevoel bij wat we proberen te bereiken. Maar de afwegingen, wat we precies op dit moment moeten maken, dat doet Bart. Bart, hoofdredacteur van AT5. Als je zo luistert naar wat de heren naast jou hebben verteld, wat valt jou dan het meeste op en waarvan denk jij van dat ligt voor ons een grote uitdaging? Bij allemaal ligt voor ons een grote uitdaging. En dat zijn ook punten waar we allemaal mee bezig zijn. Als ik Erwin luister, is wat voor ons heel belangrijk zal zijn in de toekomst, hoe wij op stadsdeelraad, op wijkniveau de mensen kunnen gaan bereiken. En tegelijkertijd
hebben wij de software, om het maar eigenlijk zo te zeggen, de apparatuur nodig om ook mensen persoonlijk te bereiken. En als je die mensen persoonlijk bereikt, dan kunnen wij daar weer samen mee werken met Salto. Want die zitten nog meer, als er ergens iets broeit, dan zit Salto daar heel goed en heel perfect bovenop. Als dat weer lijkt van hey, in die wijk speelt dat, in een andere wijk speelt dat ook, dan kunnen wij dat met AT5 weer oppakken, omdat het weer groter Amsterdam wordt. Tegelijkertijd wat wij technologisch ook zouden willen, en daar zijn we ook mee bezig met te ontwikkelen. Ja, maar dat is natuurlijk fantastisch hoe jullie het online doen. Ik hoor Twan dat net vertellen. Dus dat is ja, heel bijzonder. Ja, maar dat werkt ook al. Dat is een hele bewuste keuze geweest om daar 3 jaar geleden eigenlijk, toen er eigenlijk een nieuw AT5 is ontstaan, om daarop door te gaan. TV, weten we, dat neemt af. Dat is nog steeds belangrijk. Dat blijft ook zeker de komende jaren nog belangrijk. Maar wij weten, de jongeren die komen daar niet meer. Dat was 3 jaar geleden al duidelijk. Dus je gaat je focus op een andere manier. Volgens mij zit Geert hier ook. We hadden dit jaar, deze maand 2 miljoen unieke bezoekers. Ja, maar ik zie oma kijken. Ik zie oma kijken. Ik denk van ja, jongeren komen daar niet meer. Jij bedient die jongeren. AT5, wat zou jij zeg maar Bart dan willen adviseren? Hoe die jongeren te bereiken? Want jongeren willen toch nog wel. Ja, ze komen niet op tv. Dat is even een verschil. Ik denk dat wij heel goed kunnen samenwerken. Zeker, altijd. Dat lijkt me hartstikke gezellig. Kijk, ik denk dat over tv enzovoort. Kijk, jullie hebben natuurlijk een geschiedenis waarbij het Aalsmeer, Hilversum, al die mythes en legendes die daar ontstonden. Ik kocht laatst de autobiografie van John de Mol, dat was smullen. Alleen wij zien eigenlijk, en nog voor helemaal de generatie onder mij, zien dat ding gewoon als een device. Het is gewoon hardware. Die hele wereld in Hilversum, het zal wel. En het heeft een andere functionaliteit. Binnen je telefoon heb je notificaties van je vrienden die door je content heen komen. Het is heel persoonlijk. En voor tv kijk je het meer vanuit een soort van perspectief dat je, ja, weet je, met je vader en je moeder en dan misschien grote producties à la The Voice of Holland, weet je al, waar veel geld tegenaan wordt gesmeten, zijn dan die dingen die je dan wel aan de buis gekluisterd krijgt. Maar Bart wil de jongeren natuurlijk ook. Ja, snap ik. En als je online je, zeg maar, jezelf goed beweegt. En ik heb voor mij een paar keer iemand voorbij zien komen die op Instagram en op YouTube best wel groot bezig is. Je hebt Defano Holwijn en je hebt nog zo'n jongen uit Amsterdam Zuidoost volgens mij. Rico, ongelooflijk. Ja, voor mij wel. Ja. Dat vind ik toffe dingen, dat je zo'n persoon pakt en dat je met hem gaat kijken wat voor content kun je gaan maken. En dan terug te komen op die vraag die je net stelt. Ja. Wat is dan de eerste stap die je moet maken? Nou, het publieke bestel, vooral de NPO, klopt best wel vaak op aan de deur bij de jonge makers. En het gaat best wel vaak gewoon mis, gewoon fout. Zo'n persoon, ik denk dat je een netmanager hebt, want die moet je sowieso niet in de buurt van YouTubers zetten. Maar hoe komt dat dan? Zeg jij van de netmanagers, de Bart Barnersen van deze wereld, die begrijpen de taal van de jongeren niet? Nee, maar een hoofdredacteur vind ik anders een netmanager. Weet je? Een netmanager is iemand die gewoon op een veel grotere afstand dingen vanuit een ivoren toren loopt te beslissen. En weet je, die. Maar wat ik zou zeggen, neem me echt serieus, is gewoon. Pak een unit, huur een ergens in Amsterdam-Noord bij A-Lab een soort van ruimte. Lever dan vervolgens de kennis als AT5 op het gebied van redactieniveau. Van oké, zo creëer je goede verhalen. Die ook daadwerkelijk gewoon gecheckt zijn. En niet puur vanuit emotie, maar ook weet je, uit feiten bijvoorbeeld voorkomen. Waarbij je dus informatie kunt delen. Dat je echte verhalen gaat maken met journalistieke onderbouwing. Ja. Want daar is AT5 natuurlijk gewoon bij uitstek goed in. Ja, heel goed. Journalistieke verhalen vertellen. Ja, en secundair is ook gewoon de backbone, weet je wel. Op finance, op juridisch, et cetera. Dat is ook iets waar die jonge mensen nog geen kaas van hebben gegeten. En zo kun je weer een hele hub creëren met jonge mensen die uitgedaagd worden om niet lineair te denken, maar gewoon puur te denken in die nieuwe wereld van distributie. Bart, en hoe kunnen we daar verhalen op creëren? Reageer er eens op. Ja, ik sluit me daarbij aan. Ja, het is heel saai misschien, maar dat is ook iets. Kijk, wij proberen dat te stimuleren, wij ontwikkelen daar ook dingen in. Ook daar merk je trouwens dat op het moment dat iemand populair wordt bij ons, dat de andere omroepen die mensen komen halen. Wat je bij tv nog hebt, is het goede van, je hebt een bereik en dat blijft, zeg maar. Natuurlijk in de loop der jaren zakt tv bereik, maar je hebt een bereik. Online, als je met iemand enorm bezig bent, je bent met een jong iemand bezig, die zetten wij helemaal neer. Op het moment dat die heel populair is, is die weg. Is ook meteen je hele kanaal weg. Dat maakt het maar dan zit je weer in die vijver van talent. Daar kun je dus samenwerken als je een groter geheel hebt. Ja, want uiteindelijk, dat Hilversum is niet meer zo aanlokkelend voor die nieuwe talenten. Als jij zo'n persoon kunt bieden wat hij nodig heeft en hem kan laten groeien. En vervolgens ook in staat stelt om nog te blijven doen wat hij wil doen. Heb je grote kans dat zo'n talent misschien wel langer bij je wilt blijven dan voorheen. Want voorheen was het natuurlijk had je geen eigen kanaal. Dan was je afhankelijk van de tv-omroep. En als je nu maker bent, heb je gewoon je eigen YouTube-kanaal, je eigen Snapchat, je eigen Instagram.
Dus je kunt veel meer beter partneren, denk ik. Ja, en wat op YouTube natuurlijk vaak ontbreekt, is toch een beetje de inhoud, zeg maar. Het is allemaal vaak wat sneller, wat inhoudlozer. Nou, er is heel veel inhoud te vinden. Alleen, maar dan moet je echt goed zoeken. De populaire dingen zijn vaak... Ja, die zijn wel snel gemaakt. Maar ook het hele productieproces is trouwens ook iets waar we wat van kunnen leren hier aan tafel. Ik bedoel, gemiddelde YouTuber maakt een video voor 6K voor een adverteerder en heeft aan onkosten ongeveer €500. Dat zijn best wel lekkere marges. En dat zijn een totaal andere manier van je productie indelen en misschien ook een langere adem kunnen hebben om zo'n... Maar dan zal de professional toch vaak zeggen van ja, maar daarvoor kan het niet. Maar daar ben je dus helemaal niet mee eens. Want, ja. Ja, maar bij AT5 zijn we dat inmiddels ook al gewend, hoor, die bedragen. Ja. Nou, maar dat is ook het verschil. 5 jaar geleden, als je een uitzending had, kan er een grotere regie wagen. Tegenwoordig lopen onze mensen met een rugzakje om, waar het gewoon via 4G gaat. En ik denk dat wij daar niet zoveel van verschillen. Nee. En ik denk als je die kracht samen bundelt, maar daar heb je ook wel wat technologische ontwikkeling voor nodig om dat goed neer te zetten. En die kennis hebben wij natuurlijk niet allemaal in huis. En die technologische ontwikkeling is natuurlijk ook niet helemaal gratis. Nee, dat klopt, alhoewel wij ook goed gebruik maken van Koesto, hoor. En dan zie je vaak, als het een piek is, kan er ook een negatieve piek aan de onderkant bij zitten. Want vaak gaat het ook weer samen. Ja, wij hebben die tools nodig, wij gebruiken er een aantal. Maar er zijn er nog veel meer van die wij ook graag zouden willen ontwikkelen. Wat vind je nou van de kritiek dat AT5 in het politieke debat afwezig is? Heeft dat met deze tijd te maken? Dat zou kunnen. Aan wie is het? Eerst aan jou. Nou, wij zijn niet afwezig, wij doen het op een andere manier. Wij zijn iets minder in het gemeentehuis te vinden waar meneer Van Westerlo juist daarheen ging. Wij hebben ervoor gekozen om meer ons op straat te bewegen, daar te kijken wat leeft daar. En eigenlijk dat probleem weer mee te nemen naar de politiek. Dus wij draaien het om. Dus wij zitten niet zozeer van in het gemeentehuis te kijken wat gebeurt hier, wat wordt hier gezegd. We hebben nog steeds wekelijks een politiek programma. Maar wij kijken meer, wij zijn veel meer op straat. En dat pakken we het onderwerp en dat gaan we weer verder brengen richting politiek en in onze politieke praatprogramma's. Maar ik kan ernaast zitten. Mijn indruk is, en ik maak niet de vergelijking met vroeger, want je kan niet vergelijken met vroeger, dat, kijk, Amsterdam speelt natuurlijk gewoon een hoofdrol in Nederland in het debat over Wilders, over de sociale ongelijkheid en al die onderwerpen die ermee samenhangen. En in mijn beleving als stadsbewoner krijg ik er geen greep op via AT5. Dat kan aan mij liggen, hoor. Het kan gewoon aan mij liggen hoe ik met de moderne data omga en de moderne media. Maar zeg maar, mijn generatie is daar wat raadloos in. Ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat het aan de politiek zelf ligt, waar men in geïnteresseerd is of niet. En ik denk dat het aan ons is, de manier waarop wij dat brengen en waarop wij dat nog kunnen brengen. Ik denk dat het een combinatie van die twee is. En kan jij via de data ontdekken, via jullie bureau Consto, hoe politiek nu bekeken wordt en wat daar de accenten in zijn? Ja, volgens mij is iedere politieke partij klant van ons. Ja. Dus dat kan je er. Je ziet, je ziet die veranderingen zie je gewoon live gebeuren. Zeg daar iets meer over. Dit is eigenlijk kan je niet meer. Tegenwoordig kan je niet meer zonder data-analyse. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja, nou. We meten 6 miljoen berichtjes per dag. Die komen van gemiddeld zo tegen 1,82 miljoen unieke individuen. Die zijn weer verspreid over Nederland natuurlijk, want we hebben het nu over Nederland. Maar ja, die zeggen vaak van ik ga daarop stemmen of ik ben het daar niet mee eens. Of, nou, enzovoort. Dat kan je prima meten. Dat gebeurt ook en dat kan je afzeggen. Dus je hebt eigenlijk gewoon real-time peilingen en dat zou je geografisch kunnen doen en terug kunnen brengen naar bijvoorbeeld Amsterdam. Paul, dit is toch interessant, hè? Los van de inhoud. Hoe gaan jullie hier verder op inzetten dan? Want dit is gewoon de toekomst. Ja, want ik heb het idee dat het métier politiek, hè, want dat is natuurlijk een van de taken om dat goed te volgen, dat wel heel klassiek wordt neergezet. Hè? Vanuit het debat over de politiek, hè? Dat was dan in jouw tijd 4 man aan een tafel. En dan gingen we het over structuurvisies hebben, et cetera. Nee, dat gaat dus niet meer werken als je het niet zou doen. Wacht even, stop even. Dat ging. Nee. Kijk, ik probeer kwetsbaar daarover te praten. Nee, maar als jij het nu afdoet, structuurvisie, dan neem je het niet serieus. Ja. De kwestie is, er zijn hete onderwerpen. Absoluut, maar die waar politici en burgers ook echt problemen met elkaar hebben. En daarvan, nou, er is dan een kloof. Zeg ik het hard tegen jou. Ja. Daarvan heb ik niet het gevoel dat AT5 een middelpunt is qua platform. Maakt mij niet uit of het op internet is of lineair, waardoor jullie opvallen. Nou, ik denk dat je het dus met name op dat internet heel goed kan creëren. Maar dan moet je het anders creëren dan dat klassieke.
En het mooie, want er is een kloof, denk ik inderdaad, tussen de klassieke politiek en de burger. Hè. Er wordt veel meer langs elkaar en over elkaar heen gesproken dan met elkaar. Ik denk dat nou juist die hele online revolutie als geen ander mogelijk maakt om daar heel verfijnd mee om te gaan. Maar dan zul je wel thema's moeten benoemen die niet misschien de agenda van de politici zelf heel erg uitvergroten, wat Bart al aangaf. Wij brengen veel meer de zorgen van de straat terug naar de politiek. Ja, en dat is in Amerika wordt dat ook veel gedaan. Dat noemen ze dan de People's Principle. En dat werkt daar heel erg goed. En ik denk dat je zeg maar, veel meer de aanjager van het politieke debat moet zijn dan dat je de politieke agenda uit het stadhuis terugvertaalt. Echt aanjager van het politieke debat? AT5 in deze nu de aanjager van het politieke debat? Geef me dan een voorbeeld van een onderwerp. Waar iedereen het op dit moment vrij recent in Nederland over heeft, de Zwarte Piet-discussie. Die is hier in Amsterdam eerder begonnen dan in Drenthe. Waar die nog steeds niet leeft, las ik vandaag. Want ze willen daar nog steeds wat houden wat er was. Die discussie die hebben wij toen het eerste zaadje geplant was, hebben we hem al opgepakt. En dat het uiteindelijk groeit en het vergroot uit. En op enig moment vindt Van der Laan er ook wat van. En dat groeit. En dat zit allemaal volgens mij meer in de content die we maken verweven. Dan dat we er op enig moment een heel groot zwarte pietendebat over gaan houden. Want dat zal niet meer werken. Bart, hoe zie jij dat? Nou, als voorbeeld bijvoorbeeld hoe wij bepaalde onderwerpen oppakken. We hebben de afgelopen week, hebben we het uitgezonden, de week daarvoor, hebben wij in de Haarlemmerstraat, dat is een straat die fantastisch was. Ja, die kapot gaat door de Airbnb. We hebben de hele week op drie verschillende plekken Airbnb gehuurd. En we zijn met de ondernemers, we zijn met de bewoners gaan praten. En tegelijkertijd gaan kijken, wat is daar nu aan de hand? Dus in plaats van het debat daarop voeren, is de manier hoe wij dat doen. Wij huren dus op drie plekken een Airbnb in dezelfde straat. Wij kijken van oké, waarom verhuur je het? Hoe vaak verhuur je het? Hoe zit het voor de ondernemers? We praten met de ondernemers en bewoners. Dus wij pakken het op een andere manier aan, dichter op de bevolking. Erwin, jij hebt hier vast een mening over, wat jij zeg maar vindt, ook met de technologische ontwikkelingen waar jij mee bezighoudt. Wat zou jouw advies zijn naar AT5? Nou ja, goed. Wat ik in het begin eigenlijk al zei. Kijk, wat mij betreft zitten hier een aantal onderwerpen, een aantal personen aan tafel die verschillende onderwerpen vertegenwoordigen. Mijn belangrijkste is aggregeer en cureer en help mij vinden wat er in de stad speelt, wat al gemaakt wordt. En daarbovenop vertel de verhalen die er nog niet zijn. En heb ik nog een vraag aan Willem. Je bent het helemaal aan het draaien, dat Salto, zonder dat het zijn oerfunctie kwijtraakt. Ja, klopt. Als wij over een jaar kijken naar Salto, en het is zeer de moeite waard altijd, omdat het laat je haarvaten zien. Hè? Dat is ook zo'n structuurbegrip, als ik het met jou mag vergelijken. Maar wat is dan de kracht van Salto? Waar wij nu mee bezig zijn, is 360 graden Amsterdam neerzetten. Dat betekent dat waar we in het verleden uurtje factuurtje, hè, je kon een programma aanbieden en dat gingen we uitzenden, zijn we nu echt een programmeringsmodel daaroverheen aan het leggen. En eigenlijk de blinde vlekken in het aanbod zijn we proactief aan het benaderen en aan het ontsluiten in de stad. En dat blijkt iedere keer mogelijk. Wat je dan ziet is een internetbedrijf wat ook nog televisie en radio uitspeelt, maar eigenlijk helemaal on demand gefocust is. Een publieke vrijplaats. Ik heb de afgelopen maanden gehoord van, ja, waarom Salto nog? We hebben YouTube toch? Ik denk dat er in deze tijd meer dan ooit weer ruimte ontstaat om een soort waardevrije omgeving te hebben voor mediaproducties. Ik heb eerder in vandaag heb ik het woord vertrouwen al genoemd. CBS kwam 2 weken geleden met een soort vertrouwensindex, bovenaan staand het vertrouwen in elkaar in Nederland, onderaan staan mediabedrijven, nog onder de politiek. Er is dus meer aan de hand dan alleen van lineair naar non-lineair of wat dan ook. Er speelt ook het een en ander in de software van de maatschappij. En daar wil Salto heel nadrukkelijk een rol spelen. Ja, over dat vertrouwen inderdaad. Wat betekent dat, dat dat zo onderaan staat? Dat betekent heel concreet, een voorbeeld, een stagiair bij Salto, die vertelt mij dat hij eigenlijk alleen nog maar tv kijkt als hij door een Facebook-vriend erop gewezen wordt. Dat betekent dat eigenlijk de Facebook-groep de programmagids is geworden. En het vertrouwen om media te gebruiken, dus niet meer per definitie komt uit een zorgvuldig opgebouwd merk,
Nee. Met alle mediatrucken van dien. De wereld van 10, 20 jaar geleden, hè, hoe je media neerzetten. Maar het gaat heel erg over de betrouwbaarheid en over de menselijke maat. En grappig genoeg gaat Salto daar weer een rol in spelen. Ja. Het laatste, nog even aan jou en aan ons datakenner van Cousteau. Ik heb bijvoorbeeld geen greep meer op de Amerikaanse campagne, omdat de traditionele media, die spelen daar of een hele gekleurde rol in, en ze hebben het overzicht niet. Heeft dat te maken met dat vertrouwensprobleem? Dat is een heel mooi voorbeeld. Ik heb gisteravond op TweetDeck geprobeerd dat te volgen, en dan blijkt dat de helft van de Twitter-accounts zijn vals. Dus je weet op het laatst niet meer wat echt is en wat nep is. Dat betekent dat er een nieuwe vorm nodig is om context en duiding te bieden op dat nieuwe platform, dat World Wide Internet. Maar dan is het toch heel interessant, want er liggen natuurlijk wel een aantal uitdagingen voor jullie. Hoe zien jullie dat zelf, concreet binnen nu en 2 jaar, met al deze informatie die we nu tot ons krijgen? Bart, Paul. En ik zie ook oma op het puntje van een stoel zitten. Dus jou wil ik ook graag nog even het woord geven. AT5, dat zal een paar dingen moeten doen. Wij zullen moeten gaan kijken van dat je zelf gaat bepalen welk programma je wanneer kan zien. Zodat het ook meer vindbaar is. Want nu zit het op tv. Als je een debat wil zien, politiek. Meneer Rottenberg weet het misschien niet te vinden. Maar we maken het wel. Dus je zal ze moeten zorgen dat je het online gewoon kan vinden. Eigenlijk zoals Netflix dat ook heeft. Tegelijkertijd, data-analyse is voor ons heel erg van belang. Maar ook databases van personen, die ontwikkeling, hoe we dat kunnen doen. Daar zullen we veel in moeten ontwikkelen en in moeten gaan investeren. Nog even de data-expert van? Ik vond dat het item over vertrouwen vond ik een hele belangrijke, maar dat is er ook eentje die we steeds meer zien. Dat geldt natuurlijk overal voor, dus met name voor shops, want het zijn een soort recensies, maar dan over nieuws. Maar een van de belangrijke punten daarvan is dat wordt nieuws gecensureerd en wordt dat ook met de politieke kleur gebracht? Of is het echt? Is het puur? Kijk je naar Geen Stijl en naar Dumpert bijvoorbeeld. Dat wordt gemodereerd, hè, die reacties. Maar het voelt wel heel echt en puur aan. En daardoor zijn ze authentiek en hebben ze ook aantrekkingskracht. Even los van de kwaliteit van de content die er staat. Ja, daar ligt volgens mij voor regionale omroepen en AT5 ook gewoon een kans om. Maar dan heb je het ook met name over de sociale cohesie die steeds, of die eigenlijk heel erg ontbreekt in Nederland. Nou, ik begon, toen ik even vooraf staat te praten, vroeg ik ook, waarom hebben jullie de reacties uitgezet onder je artikelen? Nou, dat is, en er komt heel veel rottigheid op. En gewoon een groot riool eigenlijk. Ja, en die moet je eruit stappen. Ja, 10%, het is net als een voetbalstadion. Ja. Alleen die overheersen dan wel het debat. Ja. Maar die geven wel weer een soort authenticiteit en echtheid en niet gecensureerdheid aan zo'n artikel, of en dat kan ook weer verder gaan gedeeld gaan worden. Ik zou opnieuw daar wat mee doen, want het aantal reacties gewoon op heel social media stijgt ieder jaar met tussen de 9% en 10%. Maar wat zou je dan doen? In ieder geval die kijker gaan betrekken bij je. Als je wil, kan je reageren. Ik weet niet of je dan moet gaan reageren, maar voor mij op het foto of whatever. En ik zou er toch iets van redactie op gaan zetten, want ja, dan word je wel weer echt een puur. En het is nu heel veel rottigheid, maar daar ligt een kans. Ik zie Willem wil even wat zeggen, even reageren. Erwin gebruikt het woord curator. En ja, ik denk dat we dat heel veel gaan horen de komende 10 jaar. Omdat dat eigenlijk steeds meer een journalistieke functie begint te worden. Het klinkt als bibliotheekwerk, maar in het hier en nu, in het waarde toevoegen aan dat enorme aanbod, Is curatie een heel belangrijk middel geworden. En curatie zorgt ook weer voor betrouwbaarheid, et cetera, van het afzenden. Ja, want de media heeft het altijd gedaan, hè? Het altijd fout gedaan ook. Ik wil één dingetje over die reacties zeggen. Ik heb daar best wel veel tijd in gestopt de afgelopen jaren. Van hoe kun je communities bouwen, hoe kun je zo veel mogelijk uit je publiek halen. En een van mijn theorieën is waarom er zoveel ook slechte reacties onder artikelen. Ik heb niet naar AT5 gekeken, maar ik heb wel eerder naar gekeken. Is publiek, in mijn beleving, je schrijft een artikel en je kan daarna onder reageren, is voor mij het begin van een gesprek. Voor de meeste journalisten is dat niet zo. Dus die reageren niet, dus je hoort nooit iets terug. Wat gebeurt er dan als je niks terug hoort? Ga je harder schreeuwen.
Ik ben ervan overtuigd dat een belangrijk deel van de kwaliteit van de reacties, dat de journalistiek daar zelf een rol in heeft gespeeld. Oké, dan gaan we nu echt afronden. Ik wil Omer nog even het woord geven en Paul. En dan nog misschien naar het publiek. Ik denk dat jullie het gewoon hartstikke goed doen. En als ik hoor wat voor cijfers jullie halen en de content die voorbij komt, die ook mij, tot mij komt en dat je ook zo'n Rico een plek geeft. Ik bedoel, het is gewoon een traditionele organisatie die zich echt commit om te veranderen met de tijd mee. En dat niet zegt omdat ze beleidsbepalers tevreden moeten houden. Nee, ze moeten echt, weet je. En ik vind dat jullie het gewoon hartstikke goed doen. En als jullie een keer een jong talent willen helpen of zo, weet je, dan bied ik jullie hartstikke graag mijn netwerk aan voor die talenten, weet je wel. Als jullie dat echt aan willen committen, dat denk ik dat nou, zeker. Ik denk dat ik straks heb voor aan Geert. Ja. Dat is Geert. Dat zijn de mensen die ik nodig heb om die mensen als Rico te ontdekken. Die ontdek ik zelf ook niet, die ken ik niet eens. Nee. Dat zijn de mensen die dat doen. Dus Geert, straks even bijpraten. Okay, top, leuk. Paul, een laatste woord voor jou. Ja, ik ben het volledig met Omer eens. Nou, iedereen is hier gewoon met elkaar eens. We kunnen gewoon naar huis. Ja. Felix, zeg jij eens wat. Nee, ik heb een heleboel interessante dingen gehoord. Kijk, de betrouwbaarheid, dat is gewoon een kernbegrip in ons vak. Daar moeten we, dat is denk ik het grote onderscheid ook wat wij kunnen blijven maken met een sterk merk ten opzichte van de massa content en informatie die er te vinden is op het web. Dus contentcuratie of zo, je wil filtering. Hè. Filtering is gewoon iets wat wij per definitie moeten doen. Wat is het waard om verder verteld te worden en wanneer klopt het? En als het klopt, mogen wij ons stempel erop drukken. Ik denk dat dat iets is wat ons blijft onderscheiden op het moment dat wij niet meer het moeten hebben van de distributie. Want de schaarste is voorbij. Iedereen kan iedereen kan zijn eigen uitgever worden, maken en zenden, et cetera. Dus als wij het brengen, dan moet er een toegevoegde waarde gevoeld worden bij het publiek. Dat is de ene kant. En de andere kant, dat publiek, ja, dat is veelzijdig. Dus wij moeten, denk ik, onze mooie content op talloze verschillende manieren gaan wegzetten. Maatwerk, het is ook al benoemd. Daar hebben we dataprofielen voor nodig. En dat zal denk ik ons nieuwe uitdaging worden. Dank je. En er zit hier natuurlijk publiek. Wil iemand iets zeggen over de toegevoegde waarde die hij of zij vindt ontbreken? Of juist dat AT5 heel veel toevoegt? Ik loop even naar jou toe. Helene Pronk, adjunct hoofdredacteur bij AT5. Inhoudelijk voor de inhoud. En wat jij zegt, Felix, en daar zitten we volgens mij ook voor, is dat wij gewoon echt meer geld nodig hebben om bijvoorbeeld dagelijks op de Stopera te kunnen zijn. Natuurlijk moeten wij dagelijks op de Stopera kunnen zijn om daar verslag van te doen. Frank Eijsma is eindredacteur politiek en moet 3-4 dingen op een dag doen om ook nog en het gesprek met de burgemeester en parkpolitiek. Vincent van Rijn is politiek verslaggever. Komt er niet eens aan toe om echt helemaal zich te verdiepen in die inhoud op de Stopera. Het is heel belangrijk, maar we hebben daar echt veel meer budget voor nodig. Dus geld, geld, geld. Felix, wil jij reageren? Oh ja, je hebt geen microfoon. Advies in aanbouw anticipeert daarop. Nee, dat was...